een korte video over hoe de Aquamaster Tools P100 pH EC meter te kalibreren. We gaan nu de pH kalibreren. Zet de meter aan. Zorg dat de meter in pH mode staat. Dit doet u door op de mode toets te drukken. Verwijder de dop. Reinig de elektroden in gedistilleerd water. Droog de elektroden af. Plaats deze vervolgens in pH 7.00 bufferoplossing. Zorg dat deze 25 graden is en gebruik verse vloeistof. Roer zachtjes en wacht tot de waarde stabiel wordt. Houd de temp-kalptoets 5 seconden ingedrukt, zodat pH 7.0 in het scherm gaat knipperen. De meter is nu aan het kalibreren. Zodra de meter overschakelt naar normale modus, het knipperen stopt en het kalibreren is klaar. Spoel de elektrode in gedistilleerd water. Droog de elektrode af. Plaats de elektrode in pH 4.01 bufferoplossing. Roer zachtjes en wacht tot de waarde stabiel wordt. Doe dit niet gehaast. Houd de temp-kaltoets 5 seconden ingedrukt. Zodra pH 7.0 gaat knipperen, druk dan nogmaals op de temp-kaltoets. Nu zal pH 4.0 gaan knipperen. Zodra de meter overspringt naar normale modus, het knipperen stopt en het kalibreren is klaar. Spoel de elektrode in gedistilleerd water. Droog deze af. Plaats deze terug in pH 7.00 bufferoplossing. Zo kan er gecontroleerd worden of de meter goed gekalibreerd is. Deze geeft netjes pH 7.0 aan. Herhaal ditzelfde proces met pH 4.01 bufferoplossing. Spoel de elektrode na met schoon kraanwater. Droog deze af. Bewaar de pH-elektrode bij voorkeur in KCl-vloeistof, zodat deze een langere levensduur heeft.